Ik heb zo'n tijd. Oké. Goed, dames en heren, welkom allemaal. Ik wilde vandaag beginnen met de volgende paragraaf. Uiteraard nog steeds over Ethiopië, maar dit keer gaat het over globalisering in het voedselvraagstuk. Ook hier zit weer overlapping met wat we de vorige periode hebben gedaan. Onder andere die interactietheorie van Ullman komt weer voor. En er zitten weer wat nieuwe dingen in over landbouw. Ja, weet je, er zit steeds overlap tussen Latijns-Amerika en het klimaatvraagstuk, omdat het natuurlijk met elkaar te maken heeft. De vorige les heb ik ondertussen geüpload weer op de site, dus die kun je weer terugvinden. En niet alleen de PowerPoint, maar ook de uitleg erbij. En deze komt er ook op, alleen neem ik hem nu ter plaatse op, dan hoef ik die thuis nog een keertje te doen. Goed. Om maar eens even te beginnen met een begrip waarvan je zou denken van honger, dat is toch gewoon ik heb zin in eten of er is geen eten. Nee, dat is trek. Nee, stop. Laten we die discussie niet gaan doen. Je hebt twee verschillende vormen van honger. Dat zou je niet zo snel zeggen. Zeker gezien de hoeveelheid eten die hier altijd naar binnen gaat. Hè, Tessa? De algemene zin is honger is te weinig eten. En wel minder dan de minimum vereiste van 1690 kilocalorieën per dag. Dat stellen ze zeg maar. Stellen ze wereldwijd zeg maar als minimum vast. Het enige probleem is dat je hem kunt onderverdelen in kwantitatief en kwalitatief. Als je het hebt over kwalitatieve honger, als je dat naar Europese maatstaven zou verschuiven, dan betekent het dat je de hele dag donuts aan het eten bent en niets anders. Ja, dan ben je heel eenzijdig aan het eten. In dit geval is het natuurlijk niet het eten van donuts, maar dat ze bijvoorbeeld alleen rijst als hebben. Bij kwantitatieve honger gaat het dus om een tekort, een algemeen voedseltekort. En kwalitatieve honger gaat het over een tekort aan variatie. En die twee dingen zijn wel belangrijk, want er zijn zat landen waarvan we zouden zeggen, we hebben hier niet te maken met honger. Maar dan zou het nog best dus kunnen zijn dat je te eenzijdig eten. En dat is in Ethiopië voornamelijk het geval. Ja, dat er dus te maken is van kwalitatief honger. Er is wel voedsel, maar het is erg eenzijdig. Hoe zou dat komen? Denk aan een vorige les. Iets verteld over hoe het land in elkaar zat. Ja. Ja, er wordt één product verbouwd, maar het had een andere reden. Eigenlijk hebben we dat ook wel een beetje. Ja, precies. Geen handel met het buitenland. En er wordt dus maar heel erg weinig geïmporteerd van andere voedsel. En als het al geïmporteerd wordt, is het relatief weinig. En dan kom je weer op het probleem van de infrastructuur enzovoorts. Nou ja, en om voedselproblemen te voorkomen, stel je oogst mislukt. Die kans is natuurlijk ook nog heel erg groot. Dan is er helemaal geen voedsel en dan krijg je dit soort situaties. Dan worden er van die voedselpakketten uitgedeeld. Ja. Dus kwantitatief honger is gewoon dat je minder dan 96 kilocalorieën per dag hebt. Ja. En kwalitatief honger dat je gewoon dat het eenzijdig is. Ja. Maar heb je dan wel nog die 1690 calorieën per dag? Ja. Ja, dus dan heb je dus niet te weinig eten, maar eerst te weinig van één soort. Of te veel van één soort, waardoor het eenzijdig is. Ja? Zou het ook van allebei hebben? Nou, dat zou wel heel erg dramatisch zijn. Dat je alleen maar rijst hebt en dan nog te weinig ook. Dat zou kunnen hoor. Ik denk dat er landen zijn waar het voorkomt. Maar, oei. Ja, dat is het zeker. Nou, hier is in ieder geval geen tekort. Voedselzekerheid. Hè? Als je gaat kijken naar de rechten van de mensen, staat letterlijk in opgenomen dat iedereen het waarop ter wereld in staat moet zijn om genoeg voedsel van voldoende kwaliteit te eten, hè, zodat er een goede gezondheid mogelijk is. Dat staat letterlijk in de rapporten van de Verenigde Naties. Waarom staat er dan geen supermarkt in de supermarkt? Okay. Waarschijnlijk is die niet rendabel. Goed, dat er zijn.
Dit is overigens een plaatje dat niet uit Ethiopië komt, maar van elders. Maar in dit geval zou je wel kunnen zeggen van, nou, iedereen moet in staat zijn om genoeg voedsel tot zich te krijgen. Nou, dat lijkt me wel, dat hier kan. En dan ook nog eens van voldoende kwaliteit, dat lijkt mij ook. En daarom zijn natuurlijk ook die noodvoedselhulpvoorzieningen opgezet, om ervoor te zorgen dat er in ieder geval voldoende voedsel is. Diversiteit kan niet altijd gegarandeerd worden, daar kan de VN niet voor zorgen, maar in dit geval zouden ze er in ieder geval een bijdrage kunnen leveren. Dus dit is wel een belangrijke. Ik wacht even tot ik weer een kaart beschrijf. Dan de voedselbalans. Dus geen handelsbalans, maar dit is een andere verhouding. We hebben het hier over de voorraad aan voedsel. Hoeveel voorraad is er, hè, in geval van nood, dat men toch eten genoeg heeft. En de voedsel die in het gebied geconsumeerd wordt. Hoeveel vraag is er en hoeveel aanbod eigenlijk. En als je gaat kijken naar Ethiopië, ligt dat daar altijd precies op een soort evenwichtsbalk. Er is altijd of net genoeg of net tekort. En op het moment dat je dan een periode hebt waarin er heel veel droogte is, wat er natuurlijk regelmatig voorkomt, dan mislukt zo'n oogst. En nou ja, dan slaat de balans door naar de negatieve kant en dan is er meer vraag dan dat er eten is. En dan komt dus die VN om de hoek kijken en die komt dan hulp bieden. Maar dit is dus niet nodig. De vorige keer, toen hebben we het er nog over gehad. Wat zou Ethiopië er nou aan kunnen doen om ervoor te zorgen dat er wel voldoende voedsel is? Wie weet het nog? Yes? Handelen met andere landen. En stel dat ze dat niet doen, maar dat ze het van binnenuit doen. Zeg maar. Ik was een buitenlandse investering. Maar... Ja, buitenlandse investeringen, dat komt overeen. Ja. Beter machines. Ja, hè, mechanisering. Hè, ze zitten daar nog steeds te prutsen op een hele kleine schaal. Terwijl op het moment dat er inderdaad met buitenlandse investeringen betere machines gekocht kunnen worden, is de kans dat een oogst lukt, bijvoorbeeld door irrigatie, ook weer groter. Dus dat is wel weer een belangrijke stap. Nou, dit is de voedselbalans van Ethiopië. Dat is wel een hele oude hoor overigens, maar het ging mij er meer om dat je een beeld kunt krijgen van hoe het er nou uitziet en wat is nou eigenlijk de vraag is. Wil ik kijken. Dit hoef je natuurlijk niet over te nemen, maar het is wel grappig om te zien wat, waar er veel vraag naar is. En dan zie je dat de granen bovenaan staan. Ja. Zou die nog heel veel inzetten? Ja, ik zal hem dadelijk terugzetten. Is er iets dat jullie opvalt als je naar deze lijst kijkt? Waar is heel erg weinig vraag naar? Ja, vis. Hoe zou dat komen? Waarom zou er weinig vraag naar vis zijn daar? Omdat ze genoeg hebben, waar ligt Ethiopië? Ja, het is een landlocked country, dus ze hebben geen havens, niet echt rivieren. Dus er is gewoon niet veel vis. Nee. Ja, maar als ze het niet gewend zijn. Hoeveel, hoe ver was je er verder? Ik ben bij de laatste voedsel. Oh. Alleen door ben jij. Het zo die daar wordt geconsumeerd. Door is dan ook echt een goed land voor je andere voedselbuizen. Dan hebben ze geen vis. Nou, dan stoppen ze vast wel ergens visolie in. Nou, iets wat in Ethiopië dus niet plaatsvindt, is de geglobaliseerde landbouw. Je moet je voorstellen dat op het moment dat er foreign direct investments gedaan worden, dus wel buitenlandse investeringen van bedrijven die in de landbouw investeren, dan zou het zo kunnen zijn dat dat gedaan wordt door grote mondiale bedrijven. En dan komt je globalisering om de hoek kijken. Je kunt dan bijvoorbeeld gaan kijken naar de stromen van de grondstoffen voor voedsel. Hè. Op het moment dat je een bepaald product wilt telen, heb je een grondstofzaden bijvoorbeeld nodig. Maar ook de stromen van het voedsel zelf, die lopen over de hele wereld heen. Je moet je voorstellen dat op het moment dat China, bij wijze van spreken in het oosten van Afrika,
zijn rijst gaat telen, weet ik veel, dan ontstaat er een nieuwe voedselstroom. Maar dan moeten de machines naartoe, dus dan gaan er eerst machines van China naar Ethiopië. Dan gaan die halffabrikaten, die gaan weer terug naar China, of naar een ander Aziatisch land, dan krijg je daar je productie. En dan gaat het daarna naar China en dan wordt het verkocht aan de consumenten. Dus je krijgt een heel netwerk aan transport eigenlijk van die goederen. Dat is wel lastig. Want op het moment dat er echt gemechaniseerd gaat worden, dan gaan de prijzen dalen. Nou, dan hebben die boeren, die net eindelijk een beetje gemechaniseerd zijn in Ethiopië, hebben geen inkomsten meer. Want er komt massaal bijvoorbeeld rijst uit. Ik weet niet eens wat eten daar eigenlijk in Ethiopië. Nou, laten we van rijst uitgaan. Komt er massaal rijst uit Zuidoost-Azië. En daardoor verdienen die boeren weer minder geld, waardoor hun koopkracht weer afneemt. En het gevolg is dus weer meer armoede. Dus ze schieten er eigenlijk dan nog niet zo heel veel mee op. Dus wat zouden ze nou eigenlijk moeten hebben als je het hebt over buitenlandse investeringen? Wil je dan een geglobaliseerde landbouw? Of zeg je van nee, we moeten het binnen de landsgrens houden? Ja, eerst binnen de landsgrenzen en daarna exporteren. Dus je wil niet dat China roofbouw, zoals het zo mooi heet, gaat plegen in Ethiopië. Want ja, dan blijft er nog minder over van hetgeen dat er al bijna niet is. Yes? Is dat een beetje duidelijk? Nou. Ja, dat is eigenlijk meer een opmerking. We hebben het de vorige keer al gehad over die interactietheorie van Ullman. In je boek staat hier de transporttheorie van Ullman. Ze bedoelen er dezelfde mee, maar dat is niet de juiste benaming. Gewoon interactietheorie van Ullman, zo doen ze het bij de eindexamens ook. Dat je niet denkt van, wat is dat nou? Gewoon hetzelfde verhaal als de vorige keer, deze dus. Vinden jullie het fijn als deze nog een keer toelicht? Of zeggen jullie, dit zit er wel in? Oké. Okay. Dan ga ik hem gewoon nog een keertje uitleggen. Kijk dan nog even niet naar de tekst rechts. Kijk eerst heel even naar het plaatje. Je ziet hier drie landen. Ze hebben Japan, China en Indonesië afgebeeld. En er ontstaat interactie tussen deze drie gebieden. Ofwel samenwerking. Bijvoorbeeld vanwege de export van een bepaald product. Nou, ze hebben het hier dan bijvoorbeeld over olie. Japan haalde allereerst zijn olie uit Indonesië. Want het was de enige transportroute die er was. Nou, dan ontstaat er een nieuwe transportroute richting China. En China is complementair geworden aan Indonesië, want ze hebben ook olie van dezelfde kwaliteit. Alleen de afstand is veel kleiner. Ofwel, je transporteerbaarheid wordt beter, want je hoeft niet meer die hele afstand af te leggen van Japan naar Indonesië, maar je gaat even naar China en haalt het daar vandaan. Dus zijn er minder transportkosten. Ja, hoe minder transportkosten, hoe meer winst een bedrijf natuurlijk kan maken op het moment dat ze een product willen importeren of exporteren. Dus in die theorie van Ullman kijk je altijd naar die drie zaken. A. Is er complementariteit? Is er een land dat kan aanvullen? Nou, in dit geval is dat China. B. Is er transporteerbaarheid? Zou er ineens een oorlog ontstaan in de Zuid-Chinese Zee, waardoor Japan niet meer naar China toe kan varen? Ja, dan is er geen transporteerbaarheid, dus gebeurt het ook niet. Nou, dan als laatste, zou er hier toevallig nog een ander olieveldje tussenin liggen, dan zou dat een tussenliggende mogelijkheid kunnen zijn, en dan zou Japan kunnen zeggen, oké, we gaan daar naartoe, hè, om het daar vandaan te halen. Nou ja. Is dat wat? Goed, dat was even een ruimpje dus. Is dit nu wat duidelijker? Huh? Ja. Het beste kun je het een keer voor jezelf opschrijven, dat je denkt van oké, wat gebeurt er nou, waar gaat welke transportstroom heen en wat is het gevolg wanneer die transportstroom wordt geblokkeerd door een oorlog, door een tsunami, door enzovoort. Yes? Ik wacht wel even. Niet te snel. Ik had rest nog een aantal dingen erbij gezet, een voorbeeld van complementariteit, wat er hier over is,
kan daar nodig zijn. Dat kan natuurlijk ook andersom zijn. Op het moment dat wij ons in Nederland richten op een heel bepaald product en Duitsland op een ander product, dan kan het zijn dat Nederland complementair is aan Duitsland, want wij produceren een product en dat kunnen wij naar Duitsland verplaatsen. En andersom kan Duitsland iets maken dat wij niet hebben, waardoor er dus ook weer wisselwerking plaatsvindt. En ook dat is complementariteit. Dan die transporteerbaarheid. Hoe vervoerbaar zijn de producten? Denk dan terug aan Latijns-Amerika, waar geen wegen waren tussen de verschillende landen, met als gevolg geen transporteerbaarheid. Dus gaat het met het vliegtuig naar Europa of naar Amerika. En tussenliggende mogelijkheden. Bijvoorbeeld handel van hier naar Frankrijk stopt in België, want in België willen ze een product ook hebben. En dat kost ons minder, omdat de transportkosten lager zijn. Zijn hier overvragen? Ja. Bij complementariteit zei u de vorige periode dat het één land levert de mankracht en de andere de... Dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Je kunt zeggen van oké, land A heeft mankracht, land B heeft het goed, maar geen mankracht. Dan zou het kunnen zijn dat ze elkaar op die manier aanvullen. Dat er mankracht geleverd wordt in het land met het product en vervolgens het product terugverkocht wordt aan het land met mankracht. En dan krijg je ook weer handel. Ja. Wat bedoelt u nou precies met tussenliggende mogelijkheden? Ja, een tussenliggende mogelijkheid is, en dan zal ik het maar even tekenen, misschien makkelijker. Stel, land A handelt met land D, er liggen nog land B en een land C tussen, maar die hebben het product niet. Maar dan ineens gaat land B dat product wel maken. Dan ontstaat er een tussenliggende mogelijkheid, want die afstand is korter dan die naar D. Dus importeert land A niet meer uit D, maar vanuit B, want dat is goedkoper. Ja? Goed, nou, wat heeft een land als Ethiopië eigenlijk nodig? Communisme. Verklaar uw nader. Nou, in dat soort landen heb je vaak echt gewoon een kleine groep mensen die heel veel geld hebben. Dat is het gewoon een probleem. Ja, wat was het ook alweer? Blote proletariërs alle landen verenigd? Nou, goed, wie weet. Misschien moet je wel een 5 jaar komen. Die stoel maakt het uit. Zal de vlag alvast klaarzetten. Goed. In heel veel landen ontstond de Goede Revolutie tussen 1960 en 1970. Dat kwam omdat er mechanisatie plaatsvond en daardoor konden de landbouw zeg maar meer gaan produceren. Uiteraard vooral rijst, maïs en tarwe. Want van die drie wordt rijst gewoon het meeste gegeten. Ja. Dus de Groene Revolutie, het begrip is dus een opkomst van mechanisatie. Ja, waardoor de landbouw meer kon gaan produceren. Je moet je voorstellen, eigenlijk gaat het van je extensieve landbouw, hè, van een boer die voor zichzelf produceert, naar intensieve landbouw voor productie met productiegewassen, die cash crops van de vorige periode. Er is heel veel kunstmest nodig, dus ja, de opkomst van de kunstmest draagt er natuurlijk ook aan bij dat er meer geproduceerd kon gaan worden, maar hoort ook bij de mechanisatie. En ze zeggen hier ook, het levert 5 keer meer op dan die oude plantenrassen. Meer opbrengst zou je zeggen is meer geld. Maar het heeft negatieve gevolgen. Niet alleen de kunstmest. Maar op het moment dat je meer planten op hetzelfde gebied wil hebben, hebben die planten ook meer water nodig. Waar haal je dat water vandaan? Wat is het effect van op het moment dat je mest toevoegt aan dat water? Wat gebeurt er overigens als je te veel mest toevoegt aan de bodem? Verzuur. Ja, precies. Verzuring. Met het gevolg dat je planten op een gegeven moment niet meer groeien. En heel belangrijk, de ongelijkheid wordt groter. Maar wat voor ongelijkheid? Wat voor ongelijkheid wordt er groter? De mensen die veel produceren rijker worden. En? En dat ze meer voedsel hebben? Macht. Ja. Macht? Nee, ik hoorde het net hier al. Arme rijk, het verschil tussen arme rijk wordt groter. Want waar draait het om in het hoofdstuk? Arme rijk. Ook hier zie je weer dat op het moment dat mensen meer mensen kunnen gaan produceren, meer geld gaan verdienen, er altijd mensen zijn die achterblijven en daaronder lijden. En de kleine boer die extensief produceert voor zichzelf met een paar kopjes, nou ja. Ja, en de koe. Er blijft er niet veel van over. Cool. Je moet maar alles samen proppen. Verzilting, meer verdamping. Of er is geen koe.
En de landbouw. Wat zeg je? Oh ja, dat is minder duurzame landbouw, waarom? Waarom zou er minder duurzame landbouw zijn? Door al je machine? Nee, dat nog niet zo eens zozeer. Het heeft niet zoveel met de mechanisatie te maken. Maar wat gebeurt er op het moment dat mensen meer gaan produceren? We zeiden het net eigenlijk wel. Wat komt er vrij als je meer gaat produceren? Nee, niet op die manier. Geld. Er komt meer geld vrij. En mensen met geld, die willen nog meer geld. En dus die hebben zoiets, we gaan maximaal uit die bodem halen. Precies. Gevolg. Bodemdegradatie. Daarnaast, een gevolg van die mechanisatie is dat er minder binnenlandse verkoop zal plaatsvinden. Waarom is dat? Omdat er meer exporteren. En waarom zouden ze meer exporteren? Omdat het winst levert. Exact, het levert geld op. Het levert winst op. Ja, nou, het levert geld op. Ik snap wat je bedoelt. Kool. Nee, je zit niet in Rusland. Maar dat is wonderlijk. Maar voor een kool of een kogels. Maar alles samen, bro. Dat is toch dom? Jij snapt hem. Dat zou alles helpen. Dat zeg ik net. Ik kom niet met het woord kool. Nou, weet je wat? Jullie moeten nog een vapo maken, gaan ze onderzoek doen. Maar of het voor Nigeria geschikt is om daar, of Nigeria, Ethiopië geschikt is om daar een kogels te starten, om te kijken of daar de productie mee vooruit gaat. Dag, wat nee, daar gaan we doen. Ja. Omdat wij Ethiopië kennen, dat is zwart. Nee, wat doe ik daar? Ja, arme rijk wordt groter. Dus je ziet dat de mensen die rijk zijn, die worden maar steeds rijker, omdat ze meer kunnen gaan exporteren en dus meer geld verdienen. En aan de andere kant heb je de arme boeren die niks exporteren en die dus steeds armer worden. Zijn hierover vragen? Voor mij is het de laatste. Dit is de laatste dia. Zijn hierover nog vragen? Andere vragen? Theorie van Oelman? Broer, ik wil echt geschiedenis. Had je één moeten kiezen, hè? Had je één moeten kiezen? Ja! En nu! Ik had het ook moeten doen. Tot zover de uitleg. We gaan lekker aan de slag. Overigens. Ik heb echt bijt. Er is één ding. En ik heb zin dat ik deze les opneem. Dat betekent dat jullie gesprekken er ook op staan. Oh! Neemt u de les op? Dus naar Colton?